of mezelf mooi vind. Ik vind mezelf niet lelijk op de foto's. Nee, ik vind jezelf heel prachtig. Mooi op de foto's. Ja. Ik vind jezelf echt heel mooi. Dank je wel. Goed gedaan, liefie. In Vier Handen op één Buik laten jonge, aanstaande moeders zien hoe zij zich voorbereiden op de komst van hun kindje. Ze worden aangemoedigd door een bekende moeder die hen bijstaat tijdens hun zwangerschap, de bevalling en daarna. Samen doen zij er alles aan om het aankomende moederschap tot een succes te maken. Vandaag het verhaal van Amber en Courtney, die worden bijgestaan door Channah Koerten. Vandaag komt Channah langs om te kijken hoe het met de jonge moeders gaat. Maar is ook snel voorbij gegaan eigenlijk, zwangerschap. Hé. Ik vind mijn wafel. Jeetje meiden, wat leuk om weer bij jullie te zijn. Ik heb je natuurlijk alleen maar voor het laatst eigenlijk gesproken tijdens je bevalling. En dat was wel even pittig. Oh my god, ik wilde niet zo terugdenken. Nee, het was echt... sorry voor mijn plaatros, ik heb net keelsteking gehad. Nee, het was wel heftig. Ja, hè? Ja, het was echt... Vooral de wingen, want het pers, ik heb 1 perswee gehad. En toen was hij daar. Gewoon 12 uur lang wingen. Jeetje. Ja, echt heel heftig. Ja. Maar je hebt er wel wat prachtigs voor teruggekregen. Ja, daarom. Jeetje, wat een liefies, hè? Echt een knapperd. En Jason, toch? Ja. Vertel. Ik heb je nog nooit eerder gezien. Nee, klopt. Nee, ik praatte eerst heel lang. Maar uiteindelijk ging ik weg bij haar, of ja, weg, maar het ging gewoon niet zo goed bij mezelf. Ja. Nou, en uiteindelijk kwamen we wel weer bij elkaar. Nou, het ging alleen maar beter en nu is hij er. Nu gaat het ook alleen nog maar beter. Dus... En jullie hebben het in ieder geval helemaal leuk. Ja. Nou, goed zo, gezellig. Vind je het zwaar? Want jij bent natuurlijk nu voor de eerste keer moeder. Nee, eigenlijk totaal niet. Nee? Nee, alleen dan nu ik die krampjes en zo. Ja, dat vind ik zo zielig. Ja. Het is echt een hele makkelijke baby. Ja? Zo is hij de hele dag. Ja, het eten wordt hij wakker en dan gaat hij weer verder slapen. En je woont nu natuurlijk voor het eerst op jezelf. Dat is ook wel een grote stap. Ja, vanuit alle drukte en één keer gewoon met z'n tweeën en als weekends met z'n drieën. Ja. Ja. Dat is wel een dingetje, maar ik ben natuurlijk niet helemaal alleen. Nee, je bent de hele dag hartstikke druk. De kleine. En hoe is het voor jou? Want het zijn er nu 2. Het is... Het is echt pittig. Ja, hè? Ja. Ja. Het is echt heel pittig. Ja. Het is wel even omschakelen. Ja. Is van 1 naar 2. Maar in ieder geval heb je wel nog tijd voor je make-up. Ja. Dat heb je weer prachtig gedaan. Ongelooflijk. Ja, mij lukt het nooit hoor, 's ochtends. Dan, ik mag blij zijn als ik een trui aan heb getrokken. En Jason, wat vind jij ervan? Nee, het is zo apart, want ja, je krijgt gewoon een kindje en je leven is helemaal anders. Eerst was ik alleen maar met vrienden bezig en zo. Nou ja, nu heb ik, ik heb wel bewust voor gekozen. En ik zag de hele tijd dat hij wel een beetje ervoor heeft gezorgd dat wij weer bij elkaar zijn gekomen. Ja. Nou, leuk hoor. Fijn dat jullie... elkaar in ieder geval kunnen steunen en dat jullie het leuk hebben. Hij is natuurlijk niet de biologische vader, maar de kleine weet niet anders. En voor de rest, hij is gewoon de vader. Ik ben voor het eerst echt gelukkig. Ja. Wauw. Dat is echt mooi om te horen. Ja, hij accepteert me gewoon zoals ik ben. Want ik ben natuurlijk onzeker omdat ik natuurlijk veel groter ben dan een normaal meisje. Maar hij vindt dat juist mooi en gaat hij juist knuffelen en zeggen dat ik mooi ben en dat hij dat ook allemaal van mij mooi vindt en zo. Dus dat is wel... En ik hoor het echt 100 keer per dag, dus het is echt wel een positief effect. Klinkt raar, maar door hem heb ik echt veel meer zelfvertrouwen gekregen. Het is echt gewoon ook hoe hij mij als... Ja, mijzelf accepteert eigenlijk. Ja. En dan begin ik steeds meer ook mezelf te accepteren. Ja. Dat is heel goed, maar het is natuurlijk ook heel erg belangrijk dat het vanuit jouzelf komt. Stel dat Jason ooit wegvalt, dat je nog steeds zelfverzekerd bent. Je moet het ook echt zelf zien. Dus sowieso wel dat ik niet meer echt heel onzeker ben of zo. Dus echt wel een stuk minder. Nou, dat is in ieder geval heel fijn. En hoe is het nu met jouw zelfvertrouwen? Ja... mijn lichaam is er niet mooier op geworden, laat ik het zo zeggen, na de bevalling. Dus. Nou. Kijk, die striemen en zo, daar maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Daar heb ik echt schijt aan, eerlijk gezegd. Maar gewoon meer... Mijn vrouwelijke rondingen, die zijn nu gewoon helemaal weg. Ja, maar schat, daar hoef je toch helemaal niet van te hebben? Ja, oké, maar... Ja, je bent een prachtige meid. Je hebt twee prachtige, gezonde kinderen. Ja, dat klopt. Je hebt het allemaal goed voor elkaar. Je hebt het allemaal helemaal zelf geregeld. Wees daar trots op. Ja, dat ben ik ook wel. Ja, en ook dus op jezelf. Niet op alles, dat alles is gelukt en dat alles goed gaat, maar ook vooral op jezelf. Ja. Echt waar. En laat ook niemand iets anders tegen je zeggen. Nee. Dat is echt belangrijk. Klopt. Jullie zijn hartstikke leuke meiden. Dank je. Dank je wel. Nou meiden, heerlijk dat ik de kleintjes mag komen zien. Maar ik wil natuurlijk ook weer iets met jullie doen. Dus als jullie er klaar voor zijn, dan gaan we lekker. Dat is goed. Yes? Dan mogen jullie hierin. We mogen buiten spelen. We zijn eigenlijk vanaf het begin al bezig met het zelfvertrouwen van de dames. Goedemiddag. Hoi. Hoi. Kom verder. En ik wil gewoon heel graag dat zij dat ook zelf in gaan zien. Dus ik heb iets leuks bedacht. Nou, wat zullen we gaan doen, denk je? Ik dacht trampoline springen. Ja, dat is misschien ook leuk. Ik mag straks best, hoor. Toen ik die lamp zag en alles, dacht ik echt yes. Precies. Yes. Ik ben blij dat ik make-up op heb. En we gaan foto's maken. Leuk. Hè? Vinden jullie dat echt leuk? Ja, ik vind het echt leuk. Ik vind het echt leuk. Dit is echt top. Ik dacht, nou, dit vinden jullie vreselijk. Nee, ik vind het echt leuk. Ik wou dit al heel graag. Echt? Nou meiden, wat goed. Wat leuk. Dat had ik dus echt niet verwacht. Omdat ik dacht, toch een beetje spannend op de foto. Ze zijn niet voorbereid. Misschien zit hun haar niet zoals ze dat hadden gehoopt. Dus deze blije reactie is ver boven mijn verwachting. Superleuk. Er zit natuurlijk wel een klein ideetje achter. En dat is eigenlijk omdat we een beetje aan jullie zelfverzekerdheid hebben gewerkt. Ja. En ik kijk heel anders naar jullie dan dat jullie naar jullie zelf kijken. En ik wil heel graag samen met jullie vastleggen wat ik zie. Zodat jullie dat ook kunnen zien. En ik hoop gewoon dat het hiermee wat meer in jullie koppie echt gaat zitten. Dat jullie gewoon twee prachtige meiden zijn en dat jullie er mogen zijn. Dat is wel goed. Ja. Echt heel goed. En dit geeft weer een heel ander effect. Oh. Die vind ik echt heel mooi. Gaaf, hè? Jouw ogen ook. Ja, echt niet normaal. Ja, echt. Wat vind je ervan als je jezelf zo ziet? Ja, mooi. Ja, hè? Ja, hè? Goed zo. Ja, okay. Ik ook echt. Zo hoort het ook. Hè? Ja, dat is echt mooi. Echt heel mooi. Als iemand mij complimenten geeft, dan ging het echt mijn ene oor in de andere oor uit. Maar nu is het wel dat ik steeds meer van... dat ik ook wel meer zelfwaarde, meer zelfvertrouwen heb. Dat ik ook wel eens heb van... klopt. Ja, ik zie er ook wel goed uit of dat soort dingen. En een lachje. Ik heb hem. Ik heb hem. Oh. Wat vind je zelf, Alma, als je zo naar de foto's kijkt? Ik vind het zo mooi. Ja, hè? Ja. Hartstikke mooi. Goed zo. Vind je jezelf ook mooi? Of ik mezelf mooi vind? Ik vind mezelf niet lelijk op de foto's. Nee, ik vind jezelf heel mooi op de foto's. Ja, ik vind jezelf echt heel mooi. Dank je wel. Goed gedaan, liefie. Oma Rowena heeft op Jaylen gepast en komt hem nu even afleveren. Nou, we hebben natuurlijk één iemand gemist. Kleine. Jaylen. Ja, Jaylen. En jullie mama is er ook, dus nu kunnen jullie een familiefoto maken. Oh ja. Dat is echt leuk, hè? Dat is mooi. Ja. Kikeboe. Jaylen. Kikeboe. Ja, goed gedaan! De achterliggende gedachte van deze shoot is eigenlijk dat ze ook zelf kunnen zien hoe prachtig ze zijn. En ik hoop dat ze dit heel groot ophangen thuis en elke dag naar zichzelf kijken en kunnen denken, wauw, dat ben ik gewoon. Hoe trots ben je wel niet op je dochter? Heel trots. Ja, hè? Heel trots, ja. Zulke lieve, mooie meiden. en hele lieve mama's. En ze doen het supergoed. Ik ben ook echt trots op jullie meiden, echt.